Hoi, ik ben Bart de Wolf en ik heb dit boek geschreven, Monsters en mislukte superhelden. En vandaag ga ik het inlezen bij Luisterpunt Bibliotheek. Ik trok het hemd van mijn pyjama uit en spande mijn rechterbiceps. Toen ik niets zag gebeuren en vervolgens extra mijn best deed, kreeg ik alleen een venijnige kramp in mijn arm. Pft. De huid van mijn buik en borst was bleek, alsof ik helemaal nog niet buiten was geweest deze vakantie. Ik zag nergens schrammen of verwondingen. Blijkbaar had ik vannacht dus weer gewoon geslapen, niets bijzonders. Ik draaide mijn rug naar de spiegel. De schrale plek die daar een paar dagen geleden was verschenen, was niet echt groter geworden. Ik telde drie stugge zwarte haren en een muggenbeet. Ik ging met mijn rug tegen de muur naast de spiegel staan en drukte mijn beide schouders tegen het behang. Met een potlood kraste ik een klein streepje op de wand, vlak boven mijn hoofd. Toen ik me vervolgens omdraaide en het streepje vergeleek met dat van gisteren, zag ik dat ik het enkel wat dikker had gemaakt. Balen! Ik weet gewoon dat ik aan het veranderen ben. Ik had het alleen toch iets sneller en vooral veel spectaculairder verwacht.